Een hele goede avond. Van harte welkom bij het webinar Isoleren van de gemeente Capelle aan de IJssel. Ik heet jullie allemaal van harte welkom op deze hartstikke mooie avond. Naast me heb ik Christel Wolf en John Renieri. Ja, inderdaad, van het energiecollectief Capelle aan de IJssel. En zelf ben ik Frank Prins en ik zal het overgrote gedeelte van de presentatie vanavond doen. Vanavond gaat het over isoleren. En een stukje ventileren, want dat hoort erbij. Isoleren is ventileren. En daar ga ik jullie vanavond alles over uitleggen. Aan de andere kant van de lijn hebben we ook Marcel van Schotgroep. Dat is een specialist op het gebied van isolatie, een isolatiebedrijf. Daarmee gaan we vanavond ook een inkoopactie lanceren. Dus mochten er hele concrete, specifieke vragen zijn, nou, dan is Marcel er ook bij om daarmee te helpen. Dus ik denk dat we een heel mooi team met specialisten bij elkaar hebben vanavond. En dat we je helemaal verder kunnen helpen met al jullie vragen. Ja, en als er vragen zijn, dan wacht dat in de chat. Dan worden ze gelijk live beantwoord. Precies, dus dat is hartstikke gaaf dat je gewoon live in de chat... Toch mooi. Ja, ja, de vragen kunt zetten en dan gaan wij ermee aan de slag. Nou, allereerst, wie zijn wij? Met name Christel en ik dan. We zijn van de Woonwijzerwinkel. En de Woonwijzerwinkel, dat is het energieloket van de gemeente Capelle aan de IJssel. We helpen bewoners met het verduurzamen van hun woning en geven daarbij advies bij ons in de showroom of bij u thuis. En we kunnen vervolgens ook helpen met het aanvragen, beoordelen van offertes. En we kunnen ook helpen met vragen over subsidieregelingen bijvoorbeeld. Dus mocht je vragen hebben, nou, het kan ook over zonnepanelen gaan of over warmtepompen, dan kun je bij ons terecht en dan gaan we je verder helpen. Dus wees welkom bij ons in het innovatiecentrum of bel een keer op, kom een keer langs of plan een adviesgesprek in. Dan help je verder. Nou, zoals ik er net al zei, al onze diensten even op een rij. We geven dus adviesgesprekken, woningopnames. We helpen ook bij het aanvragen van offertes. We lanceren ook inkoopacties. En we doen natuurlijk ook webinars zoals vanavond, waarin we zoveel mogelijk proberen te vertellen over een onderwerp. Ja, dat is even kort. Nou, verder loopt er in de gemeente Capelle op dit moment een actie. Vanuit de Rijksoverheid is er een subsidiepotje beschikbaar gekomen. En dat gaat over de regeling reductie energieverbruik. Dat houdt in dat bewoners van Capelle aan de IJssel een korting kunnen besteden van €90 op de webshop van de Woonwijzerwinkel. En dat bedrag kunnen jullie besteden aan energiebesparende maatregelen, zoals ledlampjes, tochtstrips, radiatorfolie, vloerverwarmingspompschakelaartjes, een nieuwe ventilatiebox of een goed isolerende brievenbus. Je kan het zo gek niet verzinnen of je kan de €90 daaraan uitgeven, als het maar te maken heeft met energiebesparing. Zowel voor kopers als voor huurders. Eigenaren van een koopwoning, die kunnen bij ons op de website terecht. Daar hebben we een pagina voor de RRE-regeling. Voor huurders, dan kun je naar de website van energiebox.org/Capelle aan den IJssel. Wellicht dat we later de link nog even naar jullie door kunnen sturen, zodat je hem later op je gemak terug kan vinden en dus gebruik kunt maken van die €90 korting. Nou, verder hebben we natuurlijk John bij ons van het Energiecollectief. Ja. Heel erg fijn dat je vanavond kon aansluiten en dat je een bijdrage wilde leveren. Vertel eens, wat doen jullie bij het Energiecollectief? Oh, ben ik al aan de beurt? Ja, je bent al aan de beurt. Geweldig. Ja, het Energiecollectief Capelle, dat is een groep van vrijwilligers die hun eigen ervaring en kennis op het gebied van verduurzaming willen delen met inwoners. En inwoners daarmee helpen om verder te komen. En daar hebben we een motto. En dat motto is dat we door informeren van inwoners ze stimuleren om maatregelen te nemen. En normaal doen we dat door met z'n allen bij elkaar te komen met een groep mensen uit de buurt en dan lekker aan de praat te gaan. Maar door corona zijn we een keertje gedwongen om het anders te doen. En toen is ervoor gekozen om van de buitenkant iets te doen. En dat is het maken van warmtebeelden. En warmtebeelden verschaffen informatie, dus het is ook die informatieverschaffing. En het vertel je waar en hoe, ongeveer hoeveel warmte je verliest aan de buitenkant van je woning. En helaas kunnen we daken en vloeren niet meenemen, maar ik denk dat dat al een hele stap vooruit is.
We moeten dat doen door ervoor te zorgen dat als we die opname maken, het temperatuurverschil tussen binnen en buiten groot genoeg is. Want anders kun je niks zien, dan gaat er geen warmte naar buiten. Dus het moet ongeveer zo'n 5 graden zijn of kouder om zo'n 15 graden temperatuurverschil te hebben. Dus doen we dat 's morgens. Nog voordat de zon opkomt, want een straaltje zon is al heel veel warmte. We informeren bewoners zo'n 3 tot 5 dagen van tevoren wanneer we langs zullen komen. We vragen om de verwarming alvast op de normale temperatuur te zetten in die ruimtes waar ze normaal een verwarming aan hebben. En dan maken we die warmtebeelden, die sturen we daarna aan ze toe. Met een algemene beschrijving van hoe je dat moet interpreteren. Maar vaak is het toch handig om een nadere toelichting te geven. Dus die gelegenheid bieden we. En tijdens het geven van die toelichting komen we vaak ook op andere onderwerpen. Bijvoorbeeld vloerisolatie of dakisolatie, waar ze dan vragen over hebben. En dan verwijzen we of door naar de woonwijzerwinkel. Of we proberen op onze eigen manier ze te overtuigen om maatregelen te gaan nemen. Op zo'n warmtebeeld, dat is een heel bijzonder iets. Ik heb hier zo'n cameraatje, ik weet niet of dat goed te zien is. Maar dat is een heel klein ding. Ja. En met dat kleine cameraatje maak je 2 foto's tegelijk. Een foto van de woning en het warmtebeeld wat erbij hoort. En dan kun je achteraf zien waar precies in die woning een warmtelek is. Nou is warmte is net zoiets als licht, het is straling. Alleen dat kunnen we met het ogen niet zien. Die camera vertaalt dat naar kleuren. En als je dan een beeld maakt met zo'n camera, dan is alles wat heel donkerblauw is, dat is dan heel weinig warmtelek. En dat verschuift dan via paars, rood, oranje, geel en zelfs wit op sommige foto's naar heel veel warmte. En dat wit, dat krijg je bijvoorbeeld als je een persoon voor je neemt, die is dan zo'n 38, 39 graden, dan is het beeld echt helemaal wit. Het doel wat we hebben is eigenlijk om bij minimaal 300 woningen dit jaar opnames te maken. We hebben er inmiddels bij 256 een opname gemaakt. Mensen hebben zich aangevraagd. En bij 182 woningen hebben we inmiddels de opname gemaakt. En we hopen nu dat het een koude golf aankomt om de volgende opname te maken. Dat is eigenlijk een notendop wat we doen. En uiteindelijk nodigen we de mensen dan uit om mee te doen aan het webinar. Of op andere manieren in contact te treden met de woonwijzerwinkel om concrete stappen te ondernemen. Dat was hem eigenlijk. Helemaal goed. Nou, heel goed. Dankjewel, John. Leuk dat het energiecollectief zo actief is. Ik zie ook regelmatig inkoopacties van het collectief voorbij komen. En dat is natuurlijk ontzettend gaaf dat er zo'n vereniging is, zo'n collectief van inwoners dat zich hard maakt voor verduurzaming. En ik weet dat jullie echt heel veel doen voor de gemeente daarin. Leuk. Ik kom al gelijk wat vragen binnen, ook voor jou eigenlijk. De warmtebeelden aan de achterkant van je huis. Ja, dat is een hele goede vraag. Sommige mensen, daar kunnen we van de achterkant over de heg beelden maken. Dus dat is een eenvoudige. Maar er zijn ook huizen waarbij dat niet kan. En wat we doen is, als mensen nadat de beelden gemaakt zijn erom vragen, dan kom ik nog een keer terug, maar op afspraak, om de achterkant te doen. Alleen op afspraak, want zomaar aanbellen en vragen of we door mogen lopen, dat doen we niet. Nee. Mensen moeten echt erop voorbereid zijn en wij moeten erop voorbereid zijn. Snap ik. Ik heb ook nog iemand die zegt, ik heb wel aangevraagd, maar niks meer gehoord. Hopelijk ben ik nog aan de beurt of kom ik nog aan de beurt. Maar dat heeft waarschijnlijk met de temperaturen te maken momenteel. Als ze zich aanmelden, dan krijgen ze een automatisch antwoord van de website waarop ze dat doen. En dan worden ze verdeeld over de 6 mensen die we hebben die warmtebeelden maken. Ja. En dat kan even duren voordat iemand ingepland is. Dus er is wel een bericht gekomen dat ze aangemeld zijn. Maar het moment waarop, we moeten ook even op het goede moment voor het weer verwachten. Anders moeten we 3-4 e-mails achter elkaar sturen van misschien morgen, misschien volgende week. Dus we weten echt zeker weten dat we kunnen en dan pas sturen de uitnodiging. Juist. Oké, fantastisch. Hartstikke goed. En ik vind 3 dagen van tevoren vind ik alsnog heel erg netjes. Toch wel lastig om te voorspellen wat voor weer het precies wordt. Wel in Nederland. Ja. Ja. Ik heb al een paar keer moeten uitstellen. Ja, inderdaad. Nee, kan ik me voorstellen. Oké, heel erg bedankt, John. Super. Graag gedaan.
Nou, dan introduceer ik Schotgroep. Dat is de isolatiepartner waarmee we de inkoopactie gaan lanceren. En Schotgroep die doet ontzettend veel isolatiewerk voor de woonmeesterwinkel. Dus we zijn blij dat we zo'n partner hebben die vanavond aan kan schuiven. En mee kan helpen met beantwoorden van vragen. En zou je iets kunnen vertellen over Schotgroep, Marcel? Ja, Marcel Dikmans. Dus ik ben bedrijfsleider binnen Schotgroep van de afdeling isolatie. Daarnaast ben ik ook een van de adviseurs, een van de drie, welke de opnames eigenlijk doet. Want ja, wij komen altijd langs bij mensen. Schotgroep is eigenlijk een heel breed familiebedrijf, waarvan de isolatietak er eigenlijk eentje is. Wij doen, en zeker in Capelle kennen ze ons denk ik wel, ook veel grondwegwaterbouw, dus wijkophogingen. Daarvoor zijn we bekend, maar onder meer ook groenvoorziening, eigen detacheringsbureau, bodemafsluiting. Dus een breed scala aan werkzaamheden. Een bedrijf dat bestaat uit een 145 man zo ongeveer, waarvan 20 eigenlijk binnen de isolatie. Dus dat is een beetje wie wij zijn. En dan kan ik nog wat vertellen als je dat graag zou willen over wat dieper erop in wat wij kunnen. Dus wij doen een stukje vloerisolatie, verschillende producten. Wij doen een stukje spouwmuurisolatie, wij doen een stukje dakisolatie. Wij kunnen kruipruimtes ophogen. Dat is eigenlijk wat binnen deze actie toch wel een leidend is. Ja, denk ik ook wel inderdaad. Nou, we komen straks terug op alle producten, denk ik. Dus we gaan gewoon lekker aan de slag. En mocht je dingen toe willen voegen, dan wees vrij. Roep het maar gewoon. En dan denk ik dat we er allemaal wat van kunnen leren. Leuk. Zo, perfect. Nou, ik zou het hoofdthema willen beginnen met Trias Energetica. Dus een woning ga je verduurzamen, maar waar kun je nou precies het beste beginnen? Nou, er is een model dat bestaat heel erg lang, volgens mij al sinds de jaren 60 of 70 van de vorige eeuw. En dat is de Trias Energetica. En die bestaat uit drie stappen. Allereerst ga je kijken van het energieverlies dat ik heb, kan ik dat zoveel mogelijk beperken? Nou, in een woning betekent dat dus het isoleren van de woning, zoals vloer, bodem, spouwisolatie. Het isoleren van het dak, maar ook het vervangen van de verlichting in je woning scheelt natuurlijk ontzettend veel. Of het plaatsen van een energiezuinige ventilatiebox. Dat zijn allemaal manieren waarop je dat de energievraag zoveel mogelijk kan beperken. Nou, het tweede punt dat is het gebruik maken van duurzame energie. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een zonnepaneel of een zonneboiler. En iets dat misschien heel erg gek klinkt, dat is een warmtepomp. Want die maakt ook gebruik van gratis opgewekte duurzame energie uit bijvoorbeeld de buitenlucht of de bodem. En dan de derde stap, dat is het efficiënt gebruiken van de fossiele energie die nog overblijft. Stel je voor dat je de woning hebt geïsoleerd en je hebt de energievraag omlaag gebracht. En je wekt zoveel mogelijk van de energie duurzaam op. Nou, stel je voor, je hebt er nog iets over waarvan je denkt, nou, dat kan ik niet duurzaam doen. Gebruik dat dan op een zo efficiënt mogelijke manier. Nou, in een woning zou je kunnen denken aan een gasketel in combinatie met een hybride warmtepomp. Zorg ervoor dat je bijvoorbeeld werkt met lage temperatuurverwarming, zoals vloerverwarming. Of dat je de cv-installatie waterzijdig inregelt. Of van die kleine ventilatortjes onder je radiator plaatst. Waardoor je ook het laatste stukje fossiel verbruik zoveel mogelijk omlaag kan brengen. Dus dat even in het kort over het model. Ja, en isolatie dat valt overduidelijk in stap 1. Namelijk het zoveel mogelijk beperken van het warmteverlies. Nou, er zijn ook verschillende type isolatiematerialen, maar wellicht moet ik eerst even iets vertellen over waarom je nou precies een woning moet isoleren. Want waarom zou je dat eigenlijk doen? Als het ware trek je een jas aan voor je huis in de winter, waardoor je meer warmte vasthoudt. Dus dat scheelt in het gasverbruik natuurlijk. Je zorgt voor meer comfort in huis, doordat je kieren en naden dicht maakt. Maar ook omdat als je je spouwmuren isoleert, de oppervlaktetemperatuur van je gevel een stuk warmer wordt. Omdat je vloer een paar graden warmer wordt. En dat heeft allemaal invloed op het klimaat van je woning.
Stel je voor dat je de thermostaat 's winters op 22 graden zet. Nou, dat voelt in december bij een ongeïsoleerde woning voelt dat heel anders aan dan die 22 graden in een, op een dag in mei bijvoorbeeld. Omdat je gebouw in mei warmer is dan in december. Daardoor zou je met dezelfde luchttemperatuur kun je een hoger comfortniveau creëren in een huis door het middel van de isolatie. Verder is isolatie de belangrijkste stap op weg naar een aardgasvrije woning. Op welke manier we ook van het aardgas afgaan in de toekomst. Isolatie, dat is altijd de belangrijkste stap. Omdat je daarmee ervoor zorgt dat je op verschillende warmtebronnen kunt aansluiten bijvoorbeeld. En omdat je er ook altijd iets aan hebt. Of we nu op waterstof gaan, biogas, warmtepompen of een stadsverwarming. Isolatie komt altijd goed van pas. Nou, wat zijn dan de verschillende type isolatiematerialen die je hebt? Nou, allereerst heb je natuurlijk synthetische isolatiematerialen, gebaseerd op aardolie bijvoorbeeld. Voordelen van synthetische materialen, dat zijn vaak de isolatiewaarde. Dus je ziet dat je met een synthetisch isolatiemateriaal minder dikte nodig hebt om een hele hoge waarde te halen. Je ziet vaak dat het drukvaste platen zijn, die je bijvoorbeeld bovenop een vloer of bovenop een dak kunt leggen. Meestal zijn ze waterafstotend. Ze kunnen in veel gevallen ook in een wat vochtigere omgeving worden gebruikt. Of zelfs als omgekeerd dak. Het gaat heel erg lang mee. Maar nadeel is dat het natuurlijk wat minder goed recyclebaar is over het algemeen. Tenzij je EPS gebruikt, dat is wel goed recyclebaar. Dan heb je ook minerale isolatiematerialen. En daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan glas en aan steenwol. Dat zijn denk ik wel de meest bekende producten. Glas en steenwol zijn heel erg brandveilig. Zijn over het algemeen ook best heel goedkoop. En dat zorgt ervoor dat het ook op dit moment nog heel erg veel gebruikt wordt bij renovatie. Bij nieuwbouw op dit moment wat minder. Heel veel doe-het-zelfers maken nog steeds veel gebruik van glas en steenwol. Vanwege de ontzettend lage prijs en brandveiligheid. En omdat het ook gewoon een hele goede isolatiewaarde heeft. Nou, dan hebben we nieuwigheid. Je hebt tegenwoordig ook steeds meer hernieuwbare isolatiematerialen. Ik heb er ook een aantal bij me. Ze liggen achter in een doos. En hier op tafel hebben we isolatie met bermgras. Ontzettend grappig, dat is een gramiterm. Maar je kan bijvoorbeeld ook gebruiken... Het ruikt naar gras inderdaad. Ja, echt hè? Alsof je, met schaap trouwens. Ja. Nee, echt? Het doet mij altijd denken aan een konijnhok. Nee, precies. Maar ja, zo zie je steeds meer hernieuwbare isolatiematerialen. Op basis van houtwol, vlas, hennep en oud textiel. Je pakte het net al even naar voren. Ik haal nog wel eens wat uit mijn navel ervan. maar ze hebben steeds duurzamere isolatiematerialen op de markt. Ik hoop dat dat op korte termijn gaat doorbreken. Want ook hernieuwbare isolatiematerialen hebben heel veel voordelen. Namelijk dat je voor een hele lange tijd CO2 kunt opslaan in je gebouw. Ja, als je natuurlijk heel je dak vol stopt met houtwolisolatie, dan sla je CO2 op voor een hele lange periode. Verder houdt het heel goed warmte tegen zomers. Dus de warmte komt er wat minder snel doorheen. Zo zijn er een aantal voordelen aan natuurlijk bouwen. Waaronder dat het natuurlijk wat minder jeukt als je het verwerkt. Of eigenlijk helemaal niet. Nou, dan hebben we ook een nieuw materiaal, of nieuw is het niet helemaal meer, maar het is ook een opkomst. Dat zijn isolatiematerialen die warmte reflecteren. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan tonzon, dat zijn aluminium luchtkamers onder de vloer. Of PIF-folie, nou, dat is ook een meerlaagse reflectiefolie met noppen ertussen. Staat die op de volgende pagina? Nee? Oh. Ik loop al voor, joh. Oh. Nou, dit is synthetisch, mineraal, hernieuwbaar. Dit is de gramiterm nog een keer. En dan heb je de tonzonzakken. Dus je ziet inderdaad dat dat hele grote luchtkamers zijn die onder de vloer worden aangebracht. Is op dit moment heel erg populair. En er zijn ook nog een aantal alternatieven. Best wel bijzonder, met één rol kunnen ze een hele kruipruimte doen. Enige nadeel, stel je voor je hebt last van muizen, kunnen ze de folie kapot maken. Oh. Dus daar moet op gelet worden, dat je geen ratten hebt of iets.
Dat wil je absoluut niet hebben, want dat is toch ook kwetsbaar materiaal. Oké, nou daarnaast heb je natuurlijk ook glas. Heel veel mensen denken dat ze klaar zijn met normaal dubbel glas. Helaas niet. Je ziet dat HR++ glas, dat meer dan twee keer zo goed isoleert dan bestaand dubbel glas uit de jaren 90 bijvoorbeeld. De isolatiewaarde van glas wordt uitgedrukt in een U-waarde. En hoe lager de U-waarde is, hoe beter dat glas isoleert. Dus oud dubbelglas heeft een U-waarde van 2,8. Stel je voor je vervangt dat door modern HR++ glas. Ja, dan ga je naar een U-waarde van maximaal 1,2. En dat is ruim twee keer zo goed, of meer dan twee keer zo goed, dan het glas dat vaak in de jaren 90 en begin 2000 is geplaatst. Nou, wat betekent dat dan voor jou in de woning? Stel je voor buiten is het 0 graden en binnen is het 20 graden. Nou, dan is het direct naast dat oude glas is het zo'n 13 graden. En als je ernaast zit, kan dat best wel kil aanvoelen. Koude straling is geen echt woord helaas. Maar het voelt als koude straling. Als je ernaast zit, is het heel erg onbehagelijk als het buiten koud is. En verder komt er ook koude val vanaf. Dus warme lucht is zwaarder dan koude lucht. Koude lucht die valt van het raam en die kan zorgen voor een tochtstroom in huis. En stel je voor dat je dan een radiator onder het raam hebt. Nou, die vangt dan die koude val op. Als je vloerverwarming gaat plaatsen, dan mis je een stukje convectiewarmte direct onder het kozijn. En dan kun je een koude trek krijgen over de vloer. Dus ons advies is eigenlijk, als je vloerverwarming gaat plaatsen, zorg er dan ook voor dat je goed isolerend glas hebt. Zodat je comfort verbetert in huis. Het is heel goed om dit ook te combineren met nieuwe ventilatieroosters. Stel je voor dat je het glas gaat vervangen. Ja, zorg dan ook voor nieuwe roostertjes boven het raam. Want er komt heel veel koude lucht door die oude roosters naar binnen. Vraag dan specifiek naar een zelfregulerend ventilatierooster. Want daar zit een windklepje in dat windvlagen tegenhoudt. Stel je voor dat de wind op de gevel staat. Nou, dan heb je een kap erboven. Daaronder zit een klein flupje. En dat flupje dat gaat dan dicht, klepje eigenlijk. Zodra de wind erop komt. Een soort roostertje-achtig. Precies. Nou, dat is helaas niet standaard. Ik zie nog heel veel woningen, is een net nieuw glas geplaatst. En dan zit er een rooster boven van ik denk, nou, maar doe het even goed. Er komt gelijk een vraag binnen over glas. Oké, perfect. Past HR++ glas ook in een kozijn waar nu dubbelglas in zit? Hele goede vraag. Dat past absoluut. Dus stel je voor je hebt op dit moment dubbel glas in je kozijnen zitten. Dan kun je daar zonder problemen HR++ glas in plaatsen. Wellicht dat in sommige gevallen een opdeklat moet worden gebruikt. Als je op dit moment heel erg dun dubbel glas hebt in de kozijnen. Maar in veruit de meeste situaties past dat gewoon in de bestaande kozijnen. Wat niet past, dat is trippelglas. Stel je voor dat je het oude dubbele glas gaat vervangen voor drielaags glas. In dat geval zullen in de meeste gevallen de kozijnen vervangen moeten worden. En als je gebruik wilt maken van de ISDE-subsidie, dan is een voorwaarde dat ook de kozijnen worden vervangen bij het plaatsen van trippelglas. Die voorwaarde geldt niet bij HR++ glas, dan mogen de kozijnen blijven zitten. Ja, dat was gelijk een vraag. Ja. Een raamzijkant huis is dubbel glas, na 22 jaar lek. Als ik het laat vervangen door HR++ glas, is er dan subsidie mogelijk? Nou, voor dat ene raam waarschijnlijk niet, omdat je vierkante meter eis moet je aan voldoen. Dus als je glas gaat vervangen, dan moet je tenminste 8 meter glas vervangen om in aanmerking te komen voor subsidie. En daarnaast heb je nog een tweede maatregel nodig. Dus dat moet wel een maatregel zijn die binnen de subsidie valt. Dus er mogen geen zonnepanelen zijn bijvoorbeeld. En een groen dak telt ook niet. Dus tweede isolatiemaatregel. Een tweede isolatiemaatregel die ook moet voldoen aan de subsidievoorwaarden. Ja, dat is een belangrijke. Ja, nou, enkel glas ga ik niet eens over beginnen. Dat moet er gewoon gelijk uit. Dat kan echt niet meer. Nee. Ik heb iets
hoort over vacuümglas. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, inderdaad. Dus, dan willen we het nog meenemen in eerste instantie. Ja, we zaten te denken om het mee te nemen. We hebben het ook staan in het innovatiecentrum. Ik denk, nou, gaan we die doen, wordt het ingewikkeld. Sorry. Nee, geeft helemaal niks. Vacuümglas is een hele mooie ontwikkeling. Het isoleert nog beter dan trippelglas. Terwijl het de dikte heeft, ja, iets dikker dan normaal enkel glas. Ontzettend mooi natuurlijk en het wordt ook steeds goedkoper. Voorheen moest dat allemaal ingevlogen worden vanuit Azië. En je ziet nu ook dat er Europese fabrikanten zijn, waardoor de prijs wat omlaag gaat. Veel glaszetters zijn nog een beetje huiverig, omdat ze bang zijn dat dat lek gaat. Dus een vacuümglas, daar wordt alle lucht uitgetrokken, waardoor je een vacuüm krijgt. En vacuüm, dat isoleert fantastisch. Dat isoleert nog beter dan trippelglas. Dus je hebt ontzettend licht en dun glas, ja, dat heel erg goed isoleert. Dat dus zou je bijvoorbeeld iets voor de toekomst, nog even geduld. Ja, nog even geduld, maar het is echt in opkomst. Dus in China schijnt het al veel gebruikt te worden. In Nederland helaas nog niet, maar ik geloof er wel in. Ja. Okay. Om nog heel even terug te pakken op de subsidievraag. Mm-hmm. Er wordt dan gevraagd, als ik een tweede maatregel moet kiezen, ja. Kalkkorrels, kan ik die er dan bij doen? Zover ik weet niet. Je zou even op de website van de ISDE-subsidie kunnen kijken. Dus op de website van het RVO staat een lijst met materialen. Ik zou altijd die lijst aanhouden bij het kiezen van product. Als het op die lijst staat, dan weet je zeker dat je daarmee in aanmerking komt voor de subsidieregeling. Stel je voor, je gebruikt een product dat er niet in staat. Ja, dan zul je moeten aantonen dat het wel onder de subsidievoorwaarden valt. Ja, dan moet je dan zelf weer achteraan. Terwijl het gewoon, als het op die lijst staat, is het goedgekeurd. Hoef je alleen nog maar naar het aantal vierkante meters en naar de dikte te kijken. Ja. Kalkkorrels hebben inderdaad niet de subsidieregeling. Dat heeft meer te maken, het is een bodemafsluiting product. Dus we lossen er eigenlijk een ander probleem mee op. En als bijkomend voordeel heb je wel, als net als bij de schelp, dat die dus wel een licht isolerende waarde heeft. Ja. Dus we bereiken het wel iets mee in isolatie, alleen onvoldoende om eigenlijk aan de subsidie-eisen te voldoen. Ja, inderdaad. En dan is een voordeel van ja, kalk, dat is dat het veel minder scherp is dan een schelp. Heel je kruipruimte natuurlijk volblaast met schelpen. Ja, dan kan het wel eens heel onaangenaam zijn om die kruipruimte in te gaan. Ja, want dat is allemaal scherp spul natuurlijk. En bij kalkkorrels, dat zijn ronde korrels. Dat is een restproduct uit de waterzuivering. In een waterzuiveringsinstallatie wordt het water onthard. En een restproduct daarvan, dat is kalk. En dat kun je dus heel goed gebruiken in de kruipruimte. En een voordeel van kalk ten opzichte van zand is dat het minder vocht aanzuigt. Dus het heeft minder capillaire werking, waardoor het wat droger blijft. Ja. Corrigeer me als ik het fout heb, hè. Marcel, dan moet je gewoon... Heel goed verhaal, dus ja. Je bent aangenomen. Oké, fantastisch. Oké, nou dan heb je ook nog een isolatiewaarde en dan zie je allerlei termen voorbij komen. De meeste mensen snappen er niks meer van. Dus ik ga het gewoon even rustig en makkelijk uitleggen. In isolatieland is het zo dat de isolatiewaarde wordt uitgedrukt in een RD of een RC-waarde. En een RD-waarde, dat is de isolatiewaarde van een product. Stel je voor, je hebt een isolatieplaat, dan kun je daar een RD-waarde aan hangen. En hoe hoger de RD-waarde is, hoe beter dat product isoleert. Dus bijvoorbeeld zo bij nieuwbouwwoningen, dat het niet in een RD-waarde wordt uitgedrukt, maar in een RC-waarde. En de RC-waarde, dat is niet alleen de isolatiewaarde van het isolatieproduct, maar dat is de isolatiewaarde van de constructie in zijn geheel. Dus als je bijvoorbeeld aan de ene kant een binnenmuur hebt, aan de andere kant een buitenmuur en daartussen is een isolatieplaat, ja, dan heb je het over een RC-waarde. Stel je voor, je hebt het alleen over de isolatieplaat, dan heb je het over een RD-waarde. En hoe hoger, hoe beter. Wat is dan een minimale RD-waarde die het beste zou kunnen aanhouden? Zouden we bij de woonwijzerwinkel zouden we aanraden om tenminste op een RD-waarde van 3,5 te gaan zitten. En dat is ook de isolatiewaarde die je nodig hebt om de ISDE-subsidie te krijgen. Uitzondering is een spouw, omdat je daar maar een bepaalde dikte voor hebt.
Je kan die spouw niet opeens breder maken, helaas. Was het maar zo'n feest. Dus daarbij vragen ze om een bepaalde isolatiewaarde toe te voegen. Uit mijn hoofd is dat een RD van 1,1. Staat ook in de subsidievoorwaarden. Dus lees die even goed door. Ja. Nou, dan heb je ook nog zoiets als een labda-waarde. Om het nog ingewikkelder te maken. En met een labda-waarde en de dikte van het materiaal zou je dan weer de RD-waarde kunnen uitrekenen. Stel je voor, je hebt een product zoals een peerschuimisolatie. Dan heeft het een labda-waarde van bijvoorbeeld 0,022. Nou, als je dan ook de dikte hebt, dan kun je daarmee de isolatiewaarde uitrekenen van het product. Dus ik hoop dat dat wat verheldering geeft. Zo niet, kun je altijd even bellen of mailen. Heb ik het duidelijk uitgelegd, Hel? Ja. Ja? Oké, hartstikke goed. Naar advies@woonwijzerwinkel. Ja, advies@woonwijzerwinkel.nl, dan helpen we je verder. Oké. Dan gaan we wat specifieker op de producten in. Namelijk, ik begin meestal bij de vloer. Ik werk van onder naar boven toe. Hoe kan ik nou precies mijn vloer isoleren? Vloerisolatie kun je op 3 verschillende manieren aanbrengen. Nou, het meest gebruikte dat is de isolatie direct tegen de onderkant van de vloer. En dat kan bijvoorbeeld een isolatieschuim zijn, zoals PUR. Dat kunnen tonzonfolies zijn, dat kan een ander materiaal zijn. Maar ja, noemen wij optie 2, dat is direct tegen de onderkant van de vloer. En dat heeft eigenlijk wel de voorkeur, omdat als je de isolatie tegen de vloer aanbrengt, dan bestrijd je warmteverlies het meest effectief. Om de onderkant van de vloer te isoleren, heb je wel een bepaalde werkhoogte nodig. Dus de kruipruimte moet 50 centimeter of hoger zijn. En er mogen geen plassen water in staan. Nou, als je kruipruimte aan die voorwaarden voldoet, dan kun je de onderkant van de vloer heel erg goed isoleren. Stel je voor dat je kruipruimte onder water staat bijvoorbeeld, of hij is ondiep, zeg 30 centimeter bijvoorbeeld. En dan ga je kijken naar bodemisolatie. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan EPS-parels of chips in de kruipruimte, die dan de bodem afdekken. Ook een hele slimme optie als je bijvoorbeeld stadsverwarming hebt. Dan lopen van die gloeiend hete leidingen door je kruipruimte heen. Ja, die warmte wil je natuurlijk kunnen benutten. Het komt gewoon gratis binnen. In dat geval wordt ook vaak gekozen voor bodemisolatie. Zodat je niet via de grond kwijtraakt, maar lekker in de kruipruimte houdt. En dan vooral geen vloerisolatie, want anders ben je die warmte weer kwijt. Precies, inderdaad. Dus stel je voor, je krijgt stadswarmte binnen, kun je gewoon het beste de vloer wel isoleren. Nee, de bodem van de kruipruimte wel isoleren. En de vloer kun je dan ongeïsoleerd laten, omdat je dan geniet van de gratis warmte van het warmtenet. Ja. Heb ik wel een vraag. Want in Capelle zakt de bodem gestaag. Ja. Steeds langzamer, maar gestaag. Mm-hmm. En op een gegeven moment valt de bodem van de kruipruimte komt onder de fundering uit. Mm-hmm. En dan waait er zo'n hele koude wind onderdoor. Heeft dat nog effect op het warmteverlies? Zeker, inderdaad. En dan ga ik even een aantal slides verder. In dat geval zou je echt het beste de bodem van de kruipruimte kunnen ophogen. Dus eerst eigenlijk isolatie aanbrengen en dan pas ophogen, anders kunnen ze er niet meer in. Inderdaad, of stel je voor dat je plassen water hebt in de kruipruimte en je hebt na het ophogen nog voldoende werkhoogte. Dan kun je het beste eerst de kruipruimte op laten hogen, zodat die droog is. Nou, vervolgens heb je 50 centimeter ruimte en dan kun je alsnog de onderkant van de vloer weer isoleren. Okay. Het ophogen van de kruipruimte, dat helpt vaak ook heel erg goed tegen verzakkingen in de tuin. Als je natuurlijk allemaal kuilen in de kruipruimte hebt en de fundering die komt op een gegeven moment, dat je de rand daaronder ziet, dan loopt het zand onder je fundering door naar de kruipruimte toe. Ja, en dan kun je blijven ophogen, maar dan loopt het via de kruipruimte weer weg. In dat geval zou ik echt aanraden, hoog de kruipruimte lekker op, ben je van de plassen water af. Nou, ongedierte heb je dan minder last van. Muggen en muizen houden ook wel van een beetje water in de kruipruimte. Ja, en dan zou ik dat gewoon doen. Ja. Okay.
Nou, dan ga ik weer twee slides terug. Sorry. Geeft helemaal niks. Ik ben blij dat je hem stelt. Je kan hem beter even direct achter die bodemisolatie kunnen zetten. Isolatie kun je ook aan de bovenkant van de kruipruimte, aan de bovenkant van de vloer aanbrengen. Dat wordt eigenlijk alleen toegepast als er geen kruipruimte aanwezig is. Dus stel je voor, je huis is gebouwd op zand. Of je hebt een uitbouw dat op het zand is gebouwd, geen kruipruimte eronder. Nou, die situatie wordt vaak gekozen om een laag isolatie bovenop de vloer te leggen. En daar wordt met name veel gebruik gemaakt van peer. En peer, dat zijn dit soort platen. Schrik niet, het hoeft niet zo dik. Oh. Dit is dakisolatie bij nieuwbouwwoningen zo dik. Voor vloeren wordt meestal voor een dunnere laag gekozen. Maar peerplaten hebben een hele hoge isolatiewaarde. Dus je hebt minder dikte nodig om een RD-waarde van 3,5 te halen. Dat wordt er gewoon bovenop de vloer gelegd. Daar kan een vloerverwarming op komen te liggen. En daaroverheen een dekvloer. Ja. Heel veel dit jaar. Ja, dat is een RC-waarde of een RD-waarde van 6. Dat is echt veel. Ja. Voor een dak is het helemaal geen probleem om hoog te gaan zitten. Nee. Oké. Nou, onderkant vloerisolatie hebben we al even kort besproken. Nou, hier op deze afbeelding zie je hoe isolatie tegen de onderkant van een houten vloer wordt aangebracht. En zo zou ik hem liever niet zien, eerlijk gezegd. Dus nadat ik hem heb laten staan. Hier wordt een isolatiefolie over de houten balkenlaag heen getrokken. En daardoor is er een risico aanwezig dat de houten vloer gaat verstikken. Ik zou aanraden om de isolatie netjes tussen de houten balken te plaatsen. En dan kunnen die binten hun vocht beter kwijt aan de kruipruimte. Ja, ademen inderdaad. Ja. Ademen, ja inderdaad. Schotgroep heeft ervoor ook een heel mooi product in het assortiment. Dat zijn EPS-parels die in een matras, in een soort van moet je dat noemen, een witte zak worden geblazen. Dan wordt ook niks tussen de houten balken bevestigd. Ja, dus een damp. Een dampdoppen product. Precies, ja, inderdaad. Daardoor kan die vloer ook weer zijn vocht kwijt. Vaak wordt het ook gecombineerd met een bodemzeil. Ik weet niet hoe dat met de isolatieparel zit. Maar daardoor komt er ook wat minder vocht in de kruipruimte terecht. Met de isolatieparels is het eigenlijk niet noodzakelijk om dat te doen. Omdat je nog steeds diezelfde conditie eigenlijk in die kruipruimte behoudt. Ja. Qua vochtigheid. Dus hij kan ze dan kwijt zowel naar boven als naar beneden. Kijk, perfect. Goed om te horen. Yes. En zoals ik zei, de onderkant van de vloer scheelt in de meeste gevallen, tenzij je stadsverwarming hebt, het meest in het warmteverlies. En draagt het meeste bij aan het verbeteren van het comfort. Je hebt dus wel 50 centimeter werkruimte nodig in hoogte. En er mogen geen grote plassen water in de kruipruimte staan. Kan gecontroleerd worden wat de mogelijkheden zijn. Dus mocht je daarvoor een offerte willen ontvangen of advies, is dat mogelijk. Oké, bodemisolatie heb ik al even kort besproken. Het houdt ook heel erg goed vocht tegen. Stel je voor dat je een grote plas met water hebt in de kruipruimte. Niet mogelijk om het op te hogen bijvoorbeeld. Bodemisolatie blijft heel goed drijven op water. Dus als het helemaal onder water staat en de onderkant van je vloer wordt nat. Via de meterkast komt water ook je woning in of je kruipluik. Als je dan een laag met ballen erop blaast, blijft het drijven en dat sluit het vocht af. Kan niet meer verdampen, het water, en dat zal dus ook niet meer in je woning terechtkomen. Ja, dat is een heel mooi alternatief voor bodemisolatie. Oké, dan gaan we naar de gevelisolatie. Elke gevel kun je op 3 verschillende manieren isoleren. Aan de buitenkant, in de spouw of aan de binnenkant van de woning. De meest gebruikte manier, dat is spouwisolatie. Als dat niet mogelijk is, dan wordt vaak uitgeweken naar de buitenkant van de gevelisolatie. Of aan de binnenzijde, afhankelijk van de situatie. Ik ga ook deze even kort bespreken. Maar allereerst is de vraag, heb ik wel een spouwmuur? dat is natuurlijk ook wel relevant, want je kan geen spouw vullen als je die niet hebt.
Dus ik heb even een foto toegevoegd. En dit is een typische jaren 30 woning, of daarvoor zelfs. En daarbij zie je een steense muur zonder spouw. Wat opvalt aan deze foto, is dat je een rij met koppen hebt. Dus bakstenen die in de lengte zijn gelegd of overdwars. En je ziet een rij met strekken die in de breedte zijn gelegd. En als je dan vanaf de bovenkant zou kijken, dan zie je dan dat ze zo zijn gestapeld, zo, de stenen. En daardoor creëer je een hele dikke gevel zonder een spouw, die je alleen aan de binnenkant of aan de buitenkant kan isoleren. Dit is een voorbeeld. Er zijn ook andere metselverbanden, waarbij de stenen op een andere manier zijn gelegd. Maar vaak zie je dat die koppen heel vaak terugkomen. Dat je een steen en een kop hebt en dan weer een steen. Zo kun je dat herkennen. Wat je ook zou kunnen doen, dat is even de breedte van de steen meten. Hoe groot is zo'n ding nou eigenlijk? Vaak 20 tot 22 centimeter. En dat je dan vervolgens de dikte van je muur opmeet bij je raamkozijn of bij je deur bijvoorbeeld. En als de muur net zo dik is als dat de steen breed is, dan weet je dus dat ze een rij met stenen overdwars hebben neergelegd en dat je een steense muur hebt zonder spouw. Dus dat is een handigheidje. Soms is de muur ook wat dikker, dan hebben ze een voorzet van het geplaatst waar waarschijnlijk al wat isolatie in zit. Oké. Okay. Een spouwmuur, hoe isoleer je die dan? Een spouwmuur, dat is een muur waar je een holle ruimte in hebt. Dus je hebt een buitengevel en je hebt een binnengevel. En tussen die twee muren heb je een holle ruimte die je kunt vullen met isolatiemateriaal. Voordat je zo'n spouwmuur kunt isoleren, is het allereerst heel erg belangrijk dat er wordt gecontroleerd of die spouw überhaupt wel gevuld kan worden. Nou, we hebben een heel mooi cameraatje. Dat is een endoscoop. Die wordt ook wel eens in ziekenhuizen gebruikt. En die kun je in een spouwmuur stoppen. Kun je een klein gaatje boren. En dan kunnen ze zien of die spouwmuren of die schoon zijn van binnen. Stel je voor dat je een heleboel puinresten hebt zitten in de gevel. Dan kun je die muur wel vullen, maar dan krijg je op een gegeven moment hele koude plekken in je gevel. En op die koude plekken kan een vocht condenseren vanuit de woning. Dus dat wil je natuurlijk niet, omdat je dan schimmelproblemen krijgt en vochtplekken en dat je behang los gaat laten. Dus een hele belangrijke voorwaarde voordat je die muur gaat isoleren, dat is dat die spouwmuren, dat die netjes schoon zijn. Ik krijg daar ook een vraag over binnen. Als je huis in de jaren 80 al eens een keer geïsoleerd is of spouwmuurinsulatie heeft gehad, kan dat dan later nog nagevuld worden? Dat kan zeker, kom ik op de volgende slide op terug. Dus dat is mooi, die heb ik erachter zitten. Verder wordt ook gekeken naar de algehele staat van de gevel. Dus stel je voor dat je barsten hebt in je muur die je van een afstandje kunt zien. Dat zal dan eerst gerepareerd moeten worden. Bij sommige steensoorten kan ook niet zomaar isolatie worden toegepast. Er zijn allerlei zaken waarop gelet moet worden tijdens het aanbrengen, of eigenlijk ervoor natuurlijk, van die isolatie. Een veelgehoorde misvatting, dat is dat een spouw geventileerd moet worden. Dat is gelukkig niet zo. Een kruipruimte moet wel geventileerd worden. Stel je voor dat je gevel volplaatst met knauf-supafil, dat is een wollig materiaal dat waterafstotend is, of met isolatieparels. Sluit je natuurlijk de spouwmuren af en wordt dat niet geventileerd. Hoeft ook niet. De meeste van het vocht dat verdampt gewoon naar buiten toe, zo ongeveer 90-95%. En een heel klein gedeelte komt in de spouwmuren terecht. Dat kan gewoon worden afgevoerd door open stootvoegen bijvoorbeeld, of door te drogen. Dus dat vocht kan weg en dat heeft niet de neiging om door te slaan naar de binnengevel, omdat vocht altijd op de koudste plekken gaat zitten. En dat is de buitenkant van je muur, niet de binnenkant, die is lekker warm. Wat vraag je erover? Ja. Want zo'n spouw, die loopt natuurlijk helemaal door naar boven toe. Mm-hmm. Is die bovenkant afgedicht? Of zit die in open verbinding met de zolder? Of hoe zit dat? Kan in open verbinding staan met de zolder. Dus soms dan hebben ze nog niet netjes dicht gemaakt. Dan kun je zo naar buiten kijken of in de spouw. Met sommige schuimmaterialen is het ook wel even slim om alles netjes goed dicht te maken.
Want dan zouden we wel eens iets naar binnen kunnen komen. Dat hebben we wel eens gehad bij Rijmarkt. Toen werkte ik op een ander bedrijf. Toen gingen ze een spouw vullen met aminothermschuim. En er stond een hele mooie schoen in de meterkast. Ja, die meterkast die stond in verbinding met de spouw. Er zaten al die schoenen onder. Foutje. Nou, en datzelfde kan bijvoorbeeld bij de vensterbanken zijn of bij ventilatieopeningen in de. Ja, ik vraag dat omdat op warmtebeelden die we maken, zien we soms dat bovenaan, de hoogte van de goot, een enorme warmteuitstraling is. Ja. Soms is dat wat warmte van de gevel die onder de goot blijft hangen. Mm-hmm. Maar soms is het zoveel dat het lijkt alsof er echt langs de bovenkant warmte verloren wordt. Ja. Zou dat effect kunnen zijn? Zou zeker kunnen, inderdaad. Maar in de meeste gevallen zie je dat het warmte is die optrekt. Ja. Nou, okay. Inderdaad. Maar dat zou ook een warmteverlies kunnen zijn. Dus heel vaak zie je dat de aansluiting van de gevel op het dak, dat die niet netjes is gedaan. En als je dan overdag kijkt, dan zie je zo dat er licht naar binnen komt. Dus een tip zou dan zijn om dat goed dicht te maken? Ja, inderdaad. Okay, klopt. Ja, fantastisch. Dankjewel, John. Verder, dat was het denk ik. Ik had nog wel een vraag over de grote milieu-impact van de parels. Ja, dat valt gelukkig reuze mee. Ongeveer 98% van die parels, dat is lucht. Dus er zit eigenlijk maar heel weinig olie in dat product. Een oliegebaseerd product. Die parels zijn bij lage temperatuur heel goed recyclebaar. Dus dat is een van de weinige synthetische materialen. Die goed... dat was de brievenbus. Zo, dit is EPS in plaatmateriaal. Dit kun je dus ook los in de spouwmuur spuiten met een natuurlijke hars die het verlijmt. Dus je hebt het als plaat, maar je hebt het ook als parel. En zo komt het er ongeveer uit te zien in je spouwmuur. Ja, wel een leuk voorbeeld denk ik. Ja. Maar goed, heel goed recyclebaar. Je wil natuurlijk niet dat het terecht komt in het milieu, want het is een soort van synthetische plastic materiaal. Je wil niet dat het gaat rondslingeren op straat. Dan houden we die weer netjes aan de kant. Gaan we door met de vraag over de jaren 80 woning. Want je kan natuurlijk verschillende situaties tegenkomen in een spouw. Bij woningen tot 1974 zijn die spouwmuren over het algemeen leeg. Omdat er in het bouwbesluit toen niet was opgenomen dat je een spouw moest isoleren. Vanaf 1974 zijn ze die spouwmuren voor het eerst gaan isoleren. En dan zie je dat er in de meeste gevallen een laagje isolatiewol in zit, glaswol bijvoorbeeld. Of dat ze een piepschuimplaat in hebben aangebracht. Als je voldoende vrije spouwruimte hebt, dan is het goed mogelijk om dat na te isoleren met bijvoorbeeld een bollig isolatiemateriaal. Of met een modern isolatieschuim zoals aminotherm of een verifoam. Nieuwe materiaal, dat duwt dan de oude glaswol plat tegen de binnenmuur en die vult heel de spouw opnieuw op met een moderne hoogwaardige isolatie. Nou, ga ik even getalletjes opnoemen. Is toch wel leuk om wat meer te weten over de isolatiewaarde die dat dan oplevert. Stel je voor dat je een lege spouwmuur isoleert, ga je van een RC-waarde van 0,4 naar een RC-waarde van 2,1 gemiddeld. Natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe diep die spouwmuur is. Want hoe dieper de spouw, hoe meer isolatie erin past, hoe hoger de isolatiewaarde die je krijgt. Stel je voor dat je een bestaande spouwmuurisolatie gaat opvullen, dan ga je van een RC-waarde van ongeveer 1 of 1,3, ga je naar een RC-waarde van gemiddeld 2,7. Dus dat is een hele grote isolatieverbetering die je dan kunt maken. Hele belangrijke voorwaarde is dus dat bestaande materiaal, dat het niet los is komen te zitten in de spouw, dat het niet al te veel is gaan verzakken en dat er dus voldoende vrije ruimte is om dat extra materiaal te kunnen aanbrengen. Ja, nou, dan heb je natuurlijk ook de situatie met spouwvervuiling. Hoe ga je daar dan mee om? In veel gevallen is dat weg te halen, maar dat is helaas kostbaar. Dus de vraag, zijn het enkele plekken die verwijderd moeten worden? Of is heel die spouwmuur vol gestort met puin en met cementresten? In het laatste geval zou je wellicht toch beter aan de binnenkant of aan de buitenkant van je gevel kunnen isoleren. Nou. Zouden jullie ook spouwvervuiling kunnen verwijderen, Marcel? Is dat iets wat jullie aanbieden? Ja, geweldig.
Dus ja. is geen probleem. De jongens die zijn daar ook capabel genoeg voor. En wij doen dat op regelmatige basis. Perfect. Dus, spouwvervuiling is bij ons ook bijvoorbeeld verouderd isolatiemateriaal, wat we er ook uit kunnen halen. Ja, inderdaad. Stel je voor dat oude wol dat is gaan verzakken, dan kunnen jullie dat gewoon verwijderen. Ja. Dus we hebben het over geblazen producten wel. We staan dus niet inderdaad bijvoorbeeld de dekens zoals je ze net op het vorige fotootje even zag. Ja, inderdaad. En hoeveel ruimte hebben jullie ongeveer nodig in de spouw om dat na te kunnen isoleren bij bestaand materiaal? Bij bestaand materiaal? Centimeter of 3. Centimeter of 3. En dan met name met wollige materialen werken jullie dan toch? Met knauwvol? Sorry? En dan werken jullie met knauwvol? Ja, dat is mogelijk. Perfect. Oh, perfect, dankjewel. En dan had ik ook nog een vraag. Begrijp ik goed dat de parels altijd aan elkaar gekleefd worden in de spouw? Ja, inderdaad. Dus de parels die zitten los in de vrachtwagen. En die worden dan met een natuurlijke hars worden ze verlijmd in het pistool zelf. Dus tegenwoordig is het ook zo dat, dat je de isolatiematerialen moet kunnen zien als ze in de spouwmuren gaan. Zodat je ziet dat het verlijmd is. Vroeger, een tijdje geleden, toen hadden ze van die witte isolatiekorrels, piepschuim. En dan blaasden ze dan zonder lijm in de spouwmuren. Ja, als je dan nu gaat kijken met een endoscoop onder de vensterbank bijvoorbeeld, dan zie je dat daar weinig meer van over is. En dat je dat het beste zou bij kunnen vullen met een modern schuim. Ja. En bij storm vind je ze terug in de tuin. Ja, dat ook. Dus dat zijn, ja, dat was niet heel milieuvriendelijk, want dan komt het in de natuur terecht. Dat wil je natuurlijk absoluut niet. Nee. Oké, nou dan de binnengevelisolatie, dat komt ook steeds vaker voor. Woningen van de jaren 30 of daarvoor, die hebben in de meeste gevallen geen spouwmuur. Dus dat is een steense muur en dat zou je dan aan de binnenkant kunnen isoleren. Voor binnenkant gevelisolatie heb je geen vergunning nodig in de meeste gevallen, tenzij je echt een monumentaal pand hebt bijvoorbeeld. En dan kun je isolatieplaten tegen de voor- en de achtergevel en eventueel ook tegen de zijgevel aanplaatsen. Tegenwoordig wordt daar veel gebruik gemaakt van peer, dus dat is die plaat die ik net naar boven haalde, omdat het een hele hoge isolatiewaarde heeft. Dus hoe lager de lambda-waarde, hoe beter het isoleert, hoe minder dikte je nodig hebt in de gevel. Heel erg handig is, op de website van de ISDE-subsidie staat een lijst met materialen. En op die materialenlijst staat ook hoeveel millimeter isolatie nodig hebt om in aanmerking te komen voor subsidie. Dus je kunt gewoon door die lijst gaan scrollen om te kijken of welke materialen hebben een hoge isolatiewaarde. Dus heb ik minder dikte voor nodig. En bij welke materialen heb ik toch wat meer volume nodig. Dus daar zou je dus handig gebruik van kunnen maken. Wat heel erg belangrijk is bij binnengevelisolatie, dat is de afwerking. Dus je wilt geen koude bruggen, je wilt geen kieren en naden. Want als je koude plekken openlaat, bijvoorbeeld bij de aanhechting van je muur op het kozijn, is dat een plek waar vocht kan gaan optreden in de vorm van condens. Stel je voor weer dat verhaal. Je hebt een heel goed geïsoleerde muur en je hebt er een ijskoud punt in zitten. Ja, dan is dat een plek waar vocht gaat condenseren. Je muur beslaat als het ware, net als enkel glas in de winter. En datzelfde zie je dus ook bij spouwvervuiling. Goed geïsoleerde muur, brokje puin of een grote brok puin in de spouw en daar gaat de vocht op zitten. Oké, nou verder een aandachtspunt, dat is dat de buitenmuur damp open moet zijn. Stel je voor, je hebt hem helemaal dicht gesmeerd met verf. Ja, dan kan de gevel minder makkelijk drogen. Dus dan zou die verf wel eens af kunnen gaan bladderen. Of in het ergste geval kan zelfs een steen barsten, omdat het vocht eruit moet. Verder een goed ventilatiesysteem, dat is ook wel belangrijk. Omdat, vocht moet afgevoerd worden. Normaal gesproken, als je een doorwaaiwoning hebt, dan gebeurt het automatisch onder ventilatiesysteem. Maar isoleren is ook ventileren. Dan buitengevelisolatie. Daarbij worden isolatieplaten aan de buitenkant van de gevels geplaatst.
Daarbovenop kun je keralietplaten toepassen. Of je zou het heel erg netjes kunnen afstuken. Je kan het ook afwerken met steenstrips. Van ontzettend lelijk gebouw kun je echt weer iets heel erg moois maken. Dus ik zie een heleboel potentieel om die lekker aan de buitenkant in te pakken. En een heel nieuw, strak, modern uiterlijk te geven. Ik denk dat heel veel woningen wel een opknapbuurt kunnen gebruiken. Op die manier. Buitengevelisolatie is bouwkundig de beste oplossing, omdat je de minste kans hebt op koude bruggen, op het opsluiten van vocht in de constructie. En aan de buitenkant kun je ook echt hele dikke isolatiepanelen kwijt. Vaak wordt het ook gecombineerd met dakisolatie aan de buitenkant, omdat stel je voor dat je aan de buitenkant de gevel een stuk dikker maakt, en dan zit je met een aanhechting van het dak. Nou, om dat op te lossen kun je dat dak ook het beste vanaf de bovenkant isoleren. Want dan is het wel allemaal in verhouding. Ja. Je verandert wel het aanzicht van je gebouw. Dus voor buitengevelisolatie heb je altijd een vergunning nodig bij de gemeente. Zodoende. Verder nog iets? Ja. Je krijgt natuurlijk ook een dikteverschil met de buren. Dus stel je voor dat je in een tussenwoning woont. Ja, dan ziet jouw huis er opeens anders uit dan dat van de buurman. Dus meestal zie je dat corporaties, verenigingen van eigenaren, buitengevelisolatie toepassen. En dat in een rijtjeblok wat minder voorkomt. Omdat het heel lastig is om heel de buurt zo ver te krijgen. Dan gaan we naar dakisolatie. Ik ben even benieuwd, zijn er nog vragen over de gevel binnengekomen? Nee. Oh, geweldig. Ik heb wel nog wat andere vragen, maar over subsidie. Maar daar komen, daar komen we straks op. We hebben een aparte subsidiepagina. Ga ik wat meer vertellen over de regelingen die er zijn. Een dak kun je ook weer op 3 manieren isoleren. Op de een of andere manier kan alles op 3 manieren. Ik weet ook niet hoe dat komt. Maar dat is zo. Energetica. Dat zal het zijn. Het meest gebruikt dat is aan de binnenkant isoleren. Dus dan worden er vanaf de zolder worden de isolatiepanelen aan de onderkant van het dak gemonteerd. Je kan een dak ook aan de buitenkant isoleren. En stel je voor dat je een zoldervloertje hebt met een vliezotrapje, kun je ook de zoldervloer isoleren. En dan zorg je ervoor dat de warmte überhaupt niet op zolder terechtkomt. Verder zorgt dus dakisolatie meestal voor hele grote kostenbesparingen. En dat komt doordat warmte opstijgt. Dus bij nieuwbouwwoningen zie je ook dat de hoogste isolatie-eisen aan het dak worden gesteld. Bij nieuwbouw wordt er een RC-waarde gevraagd van 3,5 voor de vloeren, 4,7 voor de gevel en 6,3 voor het dak. Dat komt doordat warmte stijgt en de meeste woningen in Nederland grootste gedeelte van de warmte kwijtraken via het dak. Daarom worden daar zulke hoge eisen aangesteld. Het zorgt ook voor een grote comfortverbetering, omdat koude lucht is zwaarder dan warme lucht. Dus als je naar boven toe loopt, dan loop je zo de kou tegemoet. En dan komt er gewoon een soort koude wind naar beneden als je een slecht geïsoleerd dak hebt. Dan door naar de zoldervloerisolatie. Het is eigenlijk mijn favoriete manier van daken isoleren, omdat het goedkoop is, het is makkelijk, het is veilig en het is goed voor je energielabel. Wordt meestal toegepast bij jaren 60 en 70 woningen. Als je echt zo'n trappetje hebt die je vanaf de zolder naar beneden moet halen, een vliezo. En als je dus een afgesloten bergzolder hebt waar geen radiator hangt, waar geen bed staat. Dat zijn echt van die bergzoldertjes waar dat meestal wordt gedaan. Door de zoldervloer te isoleren, is de kans eigenlijk niet aanwezig dat je vocht opsluit in een dakconstructie. En thermische zone van je woning voor het energielabel wordt ook kleiner. Dus dat is ook nog eens heel erg gunstig voor je label. Dat kan bijvoorbeeld tussen de houten vloerbalken worden ingespoten. Vaak zie je dat zo'n vliezo dat het een holle houten vloer heeft, waar heel makkelijk isolatie ingespoten kan worden. Of je kan de isolatie aan de bovenkant van de zoldervloer neerleggen. Is er een minimaal aantal van vierkante meter voor de subsidie voor dakisolatie? Die is er. Weet ik niet uit mijn hoofd. Zou heel makkelijk kunnen checken via de website van de ISDE-subsidie. Dat zijn alle voorwaarden even netjes om een rij voor jullie. Ja, dat wordt gegroepeerd naar type woning. Dus voor vrijstaand, 201 kap, rijtje,
allemaal gespecificeerd. Ja, inderdaad. Oké. Nou, dan aan de binnenkant van het dak isoleren. Dat komt dus het meeste voor. Omdat heel veel mensen hebben geen bergzolder die ze kunnen isoleren. We hebben een open trap naar boven toe. En dan kun je dus niet gebruik maken van de vliezo. Zul je aan de binnenkant of aan de buitenkant van het dak moeten isoleren. Als je aan de buitenkant van het dak isoleert, krijg je natuurlijk een hoogteverschil met de buren. En moeten de dakpannen er vanaf. Dus dan is aan de binnenkant van het dak isoleren is een stuk makkelijker. Als je handig bent en je hebt een bepaalde mate van bouwkundige kennis, dan zou je het dak eventueel zelf kunnen isoleren. Belangrijk daarbij is dat je oplet dat je geen vocht opsluit in de dakconstructie. Stel je voor dat je aan de buitenkant van je dak al een dampremmende laag hebt, dan zou ik het overlaten aan een aannemer of je goed informeren over hoe je het veilig kunt aanpakken. De meeste woningen tot 1964... die hebben nog geen dampremmende lagen aan de buitenkant. Die zijn ook niet geschilderd aan de binnenkant. Dan zou je het eventueel zelf kunnen uitvoeren in combinatie met een dampremmende folie. Nou, alleen heb je dan geen subsidie. Dan heb je geen subsidie, nee. Precies. Dus een belangrijke subsidievoorwaarde. Dat is dat het uit wordt gevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Ze zijn er een klein beetje vaag over op de website van het RVO. Het belangrijkste is dat het wordt uitgevoerd door een bedrijf. En dat je aan de isolatiewaarde komt, dat je een minimale oppervlakte hebt en dat je twee maatregelen uitvoert. Dat zijn eventjes de belangrijkste eisen. Binnenkant dakisolatie kun je hoge waarde halen. Je kunt kiezen tussen synthetische producten zoals pierplaten. Belangrijk om dat goed luchtdicht af te werken. Of je kan een dampopen isolatiemateriaal gebruiken, zoals steenwol of vlas of permgras. En dan kun je een dampremmende folie of een klimaatfolie gebruiken om het vocht tegen te houden dat van binnen naar buiten toe gaat. Nou, daar kun je ook aan de buitenkant isoleren. En dat is wederom bouwkundig gezien de beste oplossing. Om de isolatie aan de buitenzijde aan te brengen. Je zit dan helaas wel met het feit dat de dakpannen er vanaf moeten. Dus de dakpannen die zullen van het dak afgehaald moeten worden. Het komt een stuk omhoog, dus je krijgt een verschil in hoogte met de buren. En meestal zit je ook met de dakgoot, waardoor je bijvoorbeeld slip-renovatiesysteem kunt gebruiken. Eigenlijk een soort van kleine dakgoot bovenhangen, waardoor het water toch goed terecht komt en niet over de dakgoot heen gaat. Dus er zijn slimme systemen voor. Soms wordt ook gebruik gemaakt van wol tussen de dakpannen in spuiten. Zijn we niet zo fan van, omdat vogels kunnen ermee aan de haal gaan. Je kan nooit echt een goede isolatiewaarde halen ermee. Vandaar dat het ook niet gesubsidieerd wordt, omdat je gewoon niet aan de juiste waarde kunt komen door simpelweg wat isolatie tussen de pannetjes te spuiten. Sommige mensen denken ook aan folie. Dat is mogelijk. Alleen zie je dat die folie wordt samengedrukt, wordt op sommige plekken minder goed isoleerd. Platte daken, dat is een vak apart. Een plat dak kun je altijd het beste vanaf de buitenkant isoleren, omdat bitumen volledig dampdicht zijn. En dat betekent dat als je aan de binnenkant isolatie gaat aanbrengen, dat het risico heel erg groot is dat je vocht gaat opsluiten in je dakconstructie. Dus doe dat altijd vanaf de buitenkant en combineer dat bij voorkeur met het moment dat je de dakbedekking gaat vernieuwen, bijvoorbeeld. Je kan dan ook gelijk een groen dak plaatsen, zodat je nieuwe dakbedekking een stuk beter bestand is tegen zon en dergelijke. Dan gaat dat tot wel twee keer langer mee. En ik hoor van bewoners dat het heel veel koeler blijft in de slaapkamers. En dat ze eigenlijk niet of nauwelijks meer behoefte hebben aan de airco. En een beetje biodiversiteit. Ja, dat ook. Het is een paringsplant voor bijen en vlinders, hè? Die zijn er gek op. Zo gunstig voor je zonnepanelen. Die presteren beter op een groen dak. Ja, inderdaad. Het blijft kouder. Dus groene daken, we zijn er fan van. Maar het kost helaas nog wel het een en ander aan dakdekkerskosten. Nou, zoals ik daarnet in het begin van de presentatie al even noemde,
isoleren is ook ventileren. Stel je voor dat je de woning goed inpakt. Je stopt er een jas omheen. Je zorgt ervoor dat kieren en naden dicht worden gemaakt. Zorg dan in ieder geval voor ventilatieroosters boven de ramen. En voor afzuiging. Liefst in de badkamer, toilet en de keuken. Zijn vochtige ruimtes. En als je daar de vervuilde lucht afzuigt, dan zorg je ervoor dat de luchtvochtigheid in je woning goed blijft, niet te ver oploopt. Zorg ervoor dat je minder stookkosten hebt. Klinkt best wel gek, maar vochtige lucht laat zich veel moeilijker verwarmen dan droge lucht. En dat zorgt er ook voor dat het niet gaat stinken, dat je niet te veel CO2 in huis krijgt. Maak het echt regelmatig mee dat ik bij mensen thuis kom en ik denk, nou, het ruikt hier niet zo lekker. Dan kom je binnen en zie je die ramen al verslagen. En dan denk je, nou, dit wordt een gesprek over ventilatie vandaag. er zijn verschillende manieren waarop ventilatie mogelijk is. Een raam open is eigenlijk niet voldoende. Want als Storm Corrie weer eens langskomt, nou, dan blijft dat raam echt niet openstaan. Daar geloof ik niks van. Zorg voor een zelfregulerende ventilatieroosters en voor afzuiging, ja, echt al tenminste in de badkamer, heel belangrijk. Nou, het meest gebruikt in Nederland dat is ventilatiesysteem C. Daarbij wordt verse lucht toegevoerd via ventilatieroosters boven de ramen, heb ik het er net al even over gehad, en afgezogen in de badkamer, de keuken en het toilet. Tegenwoordig heb je hele mooie ventilatieboxen die ook vraaggestuurd werken. Stel je voor dat je onder de douche gaat staan, nou, dan merkt die box uit zichzelf dat de luchtvochtigheid toeneemt en dat die extra moet gaan afzuigen. Dus dan heb je helemaal geen afstandsbediening meer nodig, dan regelt die alles zelf. Daardoor verlies je ook minder warmte, omdat die zelfstandig ook gaat terugschalen naar een ventilatieniveau dat nodig is. Dus niet te veel. En... als je nog een oude box hebt uit de jaren 90 of zelfs uit de jaren 80, vervang dat ding dan eventjes. Want die moderne ventilatieboxen die zijn tot wel 83% zuiniger dan die oude troep die vanuit de bouw is geplaatst. Kijk even naar het energieverbruik van dat ding. Want het staat 24 uur per dag te draaien, 365 dagen per jaar. Een oude box kost gemiddeld 40 watt per uur. Tel maar op je winst als dat 80% zuiniger kan. Dan heb je dat met 2 jaartjes terugverdiend. Wat in nieuwbouw steeds vaak wordt gebruikt, dat is balansventilatie met warmteterugwinning. En dan staat er een unit op zolder. Een beetje de afmeting van een droger of een wasmachine. En die kan ongeveer 95% van de warmte terugwinnen uit de ventilatielucht. Normaal gesproken blaas je de lucht naar buiten toe, zonder dat daar warmte uit wordt teruggewonnen. Moderne systemen bij nieuwbouwwoningen, halen de warmte eruit en die stoppen dat weer in de mechanisch toegevoerde verse lucht. Luchtjes worden niet uitgewisseld, alleen de warmte wordt overgedragen. Vervuilde lucht gaat gewoon naar buiten toe. Ze krijgen niet meer binnen de vervuilde stoffen. Het is ook mogelijk om decentraal aan de slag te gaan. Daarmee bedoel ik dat je in de woonkamer bijvoorbeeld gebruik kunt maken van een ventilatiebox met warmteterugwinning. En dat je in de slaapkamers nog steeds gebruik maakt van ventilatieroosters. En daardoor hoef je bijvoorbeeld geen kanalen aan te leggen in de woning. En dat scheelt ook een hoop geld. Ja. Oké. Nou, dan zoals beloofd de subsidieregeling. Heb ik eigenlijk bijna alles al over uitgelegd door de vragen die zijn binnengekomen. Maar er is dus een landelijke subsidiepot vanuit de Rijksoverheid. En dat is de ISDE-subsidie. En de ISDE-subsidie die is er voor isolatie onder andere. Die is er ook voor zonneboilers, voor warmtepompen en voor aansluiting op een warmtenet. Stel je voor dat je de woning gaat isoleren. Dan heb je minimaal 2 maatregelen nodig vanuit de subsidielijst. Dus als je je vloer gaat isoleren, nou, dan zou je dus nog een 2e maatregel erbij moeten nemen. Dat kan een warmtepomp zijn, dat kan een zonneboiler zijn of gewoon een 2e isolatiemaatregel. Stel je voor je kiest voor een warmtepompinstallatie, dan heb je maar 1 maatregel nodig. Nou. Ik had nog een vraag. Ja? Of deuren. Ik had een vraag over HR++ glas wat geplaatst ging worden.
En dan ook nieuwe deuren. Gelden er op de deuren dan ook isolatiesubsidies? Ja, inderdaad. Hele goede vraag. De deuren vallen eigenlijk onder het glas. Je kan kozijnpanelen ook laten subsidiëren vanuit de ISDE. Stel je voor, je gaat dat glas vervangen. Kijk dan ook even naar de deuren, naar de kozijnpanelen. Want die kun je meenemen in de subsidieregeling. Maar zijn de deuren dan de tweede maatregel of nee, is dat dan één? Dat is dan één maatregel. Dus alles valt dan onder de subsidie, ja, glas. Je zal dan nog steeds spouwen moeten doen, ja. of de vloer, helaas. Ja. Ik ben niet al te blij met die tweede maatregel, moet ik zeggen. Het is ook vaak zo dat bij voordeuren het niet alleen het glas is wat de warmtevlies geeft, maar de voordeur zelf is ook een behoorlijk warmtelek. Ja, inderdaad. En, zie je hoe vaak terug op de kamer, hè? Zie je heel vaak terug, ja. Bij ons ook. We zien altijd de voordeur verschijnen. Dan had ik nog één subsidievraag. Als ik verhuisd ben, ik heb mijn oude adres al aangevraagd, mag ik dan op mijn nieuwe adres ook weer aanvragen? Ja, dat is zeker mogelijk. Subsidie gaat niet op de persoon, het gaat op het huis. Je mag wel maar één keer subsidie aanvragen per maatregel. Stel je voor, je hebt een nieuwe woning gekocht en je bent van plan om dit jaar het glas op de benedenverdieping te vervangen. Dan is het niet zo dat je over 5 jaar nog een subsidie kunt krijgen voor het glas op de bovenste etage. Dus denk eventjes na, wil ik echt alleen het glas beneden vervangen of wil ik dat op termijn in de hele woning? Want dan kun je het misschien beter in één keer doen. Ja, dat je maar één keer de subsidie krijgt per adres. Ja. Verder heeft de subsidie, de gemeente Kapelle aan de IJssel ook nog groensubsidies. Dus je ziet bijvoorbeeld de subsidieregeling groene daken. Dan krijg je €25 per meter voor een groen dak. En €50 voor een groene gevel per meter. Je hebt ook een subsidieregeling klimaat en ruimte hoogheemraadschap van Schieland en Krimpen en Waard. Nou, die geldt voor groene tuinen, waterberging, groendak en het afkoppelen van de regenpijp. Ja. Je hebt als bijkomend voordeel dat je het niet hoeft te laten doen. Ja. Daar mag je het helemaal zelf doen. Kijk, perfect. Leuk. Ja, mooi. Alle subsidies zijn terug te vinden op de website www.energiesubsidiewijzer.nl. Die website kun je alle subsidies en leningen terugvinden. En het voorwaarde zoals het lage btw-tarief op werkzaamheden, de btw-teruggave van de zonnepanelen. Alles kun je op die website terugvinden. Dus noem hem nog een keertje www.energiesubsidiewijzer.nl. Daar vind je alles terug over de regelingen die gelden. Mocht je vragen hebben, kun je altijd eventjes bellen. Nou, dan is er ook nog een mogelijkheid om geld te lenen. Kun je ook terugvinden op die energiesubsidiewijzer. En dat is vanuit het Nationale Warmtefonds. Stel je voor dat je de woning wilt gaan verduurzamen, maar je hebt het geld niet op de plank liggen. Of je wilt later dit jaar toch nog op vakantie. Kan ik me wel bij voorstellen na 2 jaar COVID. Dan zou je ook een duurzaamheidslening kunnen aanvragen. Nou, dan ben je niet gelijk al je spaargeld kwijt, maar kun je de investering uitsmeren over een aantal jaar. Er zijn hele gunstige voorwaarden aan de lening verbonden met lage rentepercentages. Zo kun je bijvoorbeeld de lening boetevrij aflossen als dat uitkomt. Ja. Rentebedragen verschillen per looptijd en per geldbedrag dat je leent. Dus dat kun je allemaal terugvinden op de website van het Nationaal Warmtefonds. Even kijken hoor. Verder is er ook nog een energiebespaarbudget. Nou, dat is eigenlijk een bouwdepot vanuit de bank. Je hebt ook nog een speciale duurzame monumentenlening. Mocht je een monument willen gaan verduurzamen tijdens bijvoorbeeld de restauratie. En dan de isolatieactie. We gaan eindelijk de inkoopactie lanceren. Natuurlijk samen met Schotgroep en ook met Sensglas voor de beglazing. Dus we hebben de prijzen wat verlaagd. Ik weet niet hoeveel eerlijk gezegd. Maar dit zijn de vanafprijzen. Voor de subsidiemaatregelen, de isolatiemaatregelen, die je kunt laten uitvoeren via de woonwijzerwinkel in samenwerking met Schotgroep. Ja. En de gemeente Kapelle. En de gemeente Kapelle. Oh, die mag ik natuurlijk niet vergeten. Oké. Nou, het is allemaal terug te vinden op onze website. Je kunt naar de website van woonwijzerwinkel.nl gaan. En dan bovenin staat er een actiepagina. En dan kun je alles terugvinden over de inkoopactie.
En dan tot slot, stel je voor dat je op de hoogte wil blijven, zou ik zelf al willen. Dan kun je inschrijven op de nieuwsbrief van Capelle aan de IJssel. Heb ik vandaag ook gedaan. Dan krijg je iedere maand krijg je het nieuws binnen op het gebied van duurzaamheid in de gemeente. Stel je voor dat er plannen zijn voor een warmtenet in je wijk. Of er zijn andere nieuwtjes, zoals het maken van de warmtebeelden. Als dat weer van start gaat, dan ben je daarvan op de hoogte. En dan kun je daaraan aan deelnemen. Kan je daar nog voor aanmelden, voor de warmtebeelden? Ja, nog steeds. Ah, dan maken we fantastisch. Promo. Geweldig, dat is hartstikke mooi. Waar bij ons kun je niet meer aanmelden. Het is op duurzaamkapelle.nl. Ja. /warmtebeeldenactie. Eén woord, warmtebeeldenactie. En kom je er niet uit, dan gebruik je de zoekfunctie, zet je warmtebeeld en dan komt hij er ook. Perfect, inderdaad. En op de website van Duurzame Capelle kun je ook inschrijven op de nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft. Nou, wil ik iedereen hartelijk danken voor de aandacht vanavond tijdens het webinar. Het was toch wel een, ja, inderdaad. Het was toch al een lange zit, denk ik. Ook bedankt voor het insturen van alle vragen. Zorg ervoor dat we niet het gevoel hebben dat we alleen maar tegen de camera staan te praten. Dat er ook nog iemand achter zit. En ja, ik wil de deelnemers van het webinar ook ontzettend bedanken. Marcel, bedankt voor je deelname aan het webinar. Heb je nog iets toe te voegen aan het verhaal dat ik juist heb verteld? Vul je nog iets op? Ik denk een heel duidelijk verhaal. En laat ik zo zeggen, ik ben altijd van mening dat mensen zich gewoon moeten inschrijven. En dat als jullie langsgaan of ik langsgaan of John, dat je gewoon een duidelijk verhaal krijgt. En een eerlijk verhaal op locatie wat ook echt over jouw huis gaat op dat moment. Dus ik denk dat dat interessanter is gewoon te plaatsen voor de mensen. Denk ik ook, dat maakt het lekker concreet. Dan weet je gewoon specifiek wat geldt voor jouw woning en wat je het beste kunt doen. Dus perfect, heel erg bedankt. John, heel erg bedankt voor je deelname. Heel erg interessant. Ik denk dat het leuk is. En collega Chris. Ja, ik zal hem morgen online zetten voor de mensen die later zijn binnengekomen of het helaas niet hebben kunnen zien. Ja, inderdaad. Kunnen het uiteraard terugkijken. Perfect, hartstikke goed. Dus mocht je nog iemand kennen die dit wellicht interessant vindt, kun je gewoon het linkje binnenkort doorsturen naar de webinar. En dan kan hij terugkijken. Dankjewel. Ja. Nou, wens ik iedereen een fijne avond en dan sluiten we bij deze de webinar af. Ja, prettige avond. Oké, tot ziens. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. I should play.